Ruben Schaken, een boekpresentatie. Ik heb er veel meegemaakt, maar zoals deze, heel erg emotioneel. Kan je uitleggen waarom je zo emotioneel bent geworden tijdens deze boekpresentatie? Je kijkt om je heen, je ziet allemaal mensen die van je houden en die je gesteund hebben in je hele carrière eigenlijk, heel veel ervan. En het was best een emotioneel moment, omdat ik me heel erg heb blootgesteld. En zo sta ik ook in het leven. En heel confronterend natuurlijk met bepaalde dingen die erin staan. En je weet dat die mensen het ook allemaal gaan lezen die dichtbij je staan. Dus die zullen daar misschien anders naar je kijken. Mijn kinderen zijn er niet bij, dat vond ik ook wel heel emotioneel. En ook wel benieuwd hoe ze dat gaan opvangen natuurlijk. Ik heb ze al voorbereid dat papa een boek gaat uitbrengen met leuke dingen, maar ook met minder leuke dingen. En dan vertel je dat op een kinderlijke manier. En net was het moment daar en dan gaat eventjes alles spook door je hoofd. Einde van je carrière, je hebt mooie dingen meegemaakt. Ik ben eigenlijk heel stilletjes uit de voetbalwereld gegaan. Ik wilde geen afscheidswedstrijd. En dit was toch wel een soort afscheid van mij met dit boek. Waarin ik alles beschrijf waarvan ik genoten heb en de mindere dingen. En dat maakt het voor mij wel extra moeilijk natuurlijk. Omdat je dan zoveel verschillende emoties hebt. Ik ben normaal wel een sterke jongen en ik kan mijn gevoel wel in bedwang houden. Maar net brak ik eventjes omdat ik ben 2 jaar lang bezig geweest met dit boek. En het resultaat mag er zijn. En nogmaals, ik denk onderscheidend van andere boeken dat ik me gewoon heel kwetsbaar heb opgesteld. Net zoals ik je net zag, zo puur ben ik ook in het boek. En dingen zijn niet geromantiseerd zoals in andere boeken of mooier gemaakt. Het is echt puur de waarheid. En ook de mensen die het met mij hebben meegemaakt kunnen dat ook beamen. Dus mooi moment en dat verklaart ook mijn emotie. Wat zijn die mindere momenten waardoor je ook emotioneel wordt en waardoor je toch mensen waarschuwt? Nou ja, ik heb heel veel aan de voetballerij te danken, echt waar. Ik heb heel veel geld verdiend, ik heb mooie dingen kunnen kopen. Ik heb een mooi leven kunnen geven, ook aan anderen. Heel veel mensen geholpen. Maar ik heb ook heel veel verloren. Ik heb mijn oudste zoon bijvoorbeeld, heb ik heel weinig tijd mee kunnen doorbrengen. Hij werd geboren en ik was in de bloei van mijn carrière. Dus ik was heel erg met voetbal bezig. En ik kon niet de vader voor hem zijn zoals ik dat moest zijn. En zoals ik dat nu ben voor mijn 2 jongsten. Die komen een beetje einde van papa's carrière, minder druk. En die hebben iets meer aandacht gekregen. En je ziet ook wel dat hij daar moeite mee heeft om even op hem in te haken. En die band probeer ik weer te herstellen. En dat is gewoon niet makkelijk. Je hebt toch heel veel bereikt, hè? Bij Feyenoord gespeeld, het Nederlands elftal gezeten. Als je dat allemaal nu in kon wisselen, had je toch die tijd willen missen? Of zeg je van, eigenlijk niet? Hele goede vraag. In het boek beschrijf ik ook, ik heb wel spijt van bepaalde dingen, maar ik zou dingen niet over willen doen. Want als ik dat niet gezien had, zou het misschien nu kunnen gebeuren, snap je? Ik vind van, iedereen krijgt bepaalde dingen op zijn pad en daar moet je van leren. En dat vormt je ook als mens. Ik ben wel trots op mezelf, hoe ik nu in het leven sta, vergeleken met 4 jaar geleden en daarvoor. Ik heb een bijbelstudie gevolgd, dus ik ben heel veel met geloof bezig. Daar heb ik rust in gevonden. En ook in het geloof ben ik achtergekomen dat je gewoon je verantwoordelijkheden moet pakken. En die pak ik met dit boek. Want je weet dat je daardoor niet populair gaat maken met zo'n boek. Maar daar loop ik niet voor weg. Het was een strijd die ik met mezelf aan ben gegaan om daarin mezelf te vergeven en mezelf weer recht in de spiegel aan te kunnen kijken. En dat kan ik nu. En dat was het enige waarvoor ik het gedaan heb. En ik hoop dat het goed ontvangen wordt. En dat ook jonge spelers of jonge jongens die voetballer willen worden, dat ze in ieder geval weten. Het wordt wel eens gezegd en het werd mij ook altijd gezegd. Maar als je erin zit, dan sta je er niet meer bij stil. Dus ik hoop dat zij zullen inzien dat er heel veel valkuilen zijn, heel veel verleidingen. En dat ze goede begeleiding daaromheen moeten hebben in hun naaste omgeving. Zodat ze dat goed kunnen managen. Spaar je bepaalde jongens of noem je ook wel mensen met je naam en toenaam? Nee, ik heb eigenlijk heel wat gespaard. Zo zit ik ook niet in elkaar. Om een boek uit te brengen en anderen te beschadigen. Ik heb bewust mensen niet beschadigd. Ik heb geen namen genoemd. Althans, die je zou kunnen beschadigen. Er zijn wel namen genoemd, maar niet verhalen over hun of wat dan ook. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig mee geweest. Want het is niet de bedoeling om op die manier te scoren. Ik wil nooit scoren over de rug van een ander. Zo zit ik niet in elkaar. Dus ik ben wel netjes geweest. We hebben het over emotionele momenten, maar er staan ook denk ik tal van mooie momenten die je als voetballer hebt meegemaakt. Want ja, je komt met alle respect voor toch uit de krochten van de eerste divisie. Veendam gespeeld, de club bestaat niet meer. Cambuur, ja, dan gaat het er anders aan toe als de laatste jaren, je eind van je carrière, waarin je wel in de top speelde.
Nee, absoluut, absoluut. Ik kwam van ver. Ik heb echt keihard moeten knokken. Het is me allemaal niet aankomen waaien. En dat is misschien ook wel de reden dat ik dacht van, nou ja, dan mag ik het ook allemaal lekker naar me toe trekken en eigenen, weet je. Dat is toch een, als je jong bent, dan doe je dat al heel gauw. Maar wat je zegt, ik heb hele mooie dingen meegemaakt. Ik heb voor mij de mooiste club van Nederland gespeeld. Ik heb daar 5 jaar onder contract gestaan. Ik heb 3 keer mijn contract opengebroken. Dus dan ben je bij Feyenoord geen koekenbakker. Want voordat ze je contract openbreken, gaat dat langs tal van mensen die hun zegen moeten geven. Dus betekent dat je het gewoon goed hebt gedaan, dat je goed hebt ontwikkeld. Nederlands elftal gehaald en 1,5 jaar lang aan 1 stuk erbij gezeten. Tot en met dan het WK. Dus nou ja, dat gebeurt ook niet zomaar als je niet in vorm bent. Dus met mooie spelers gespeeld. Dus kortom, ik ben heel trots op mijn carrière hoor. Dat ten eerste. Alleen nogmaals, ik heb wel een hele dure prijs betaald. En dat, is, dat lees je ook mooi in het boek terug. Tot slot, je hebt afgesloten bij ADO Den Haag. Nou, toevallig zijn er 2 spelers van ADO hier. Lex Immers, die ken je dan weliswaar van Feyenoord. Ook Tom Beugelsdijk. Ik zie Joop Gal, trainer bij jou geweest van Veendam. En voor de rest zie ik niet al te veel voetballers. Terwijl jij wel altijd goed in spelersgroepen lagen. Is vriendschap in de voetballerij dan toch duur? Of hoe zit dat? Het is zeker duur. Nee, het is... Het boek heet Einde aan de Bullshit. En aan de bullshit horen ook van die voetballers tussen. Die doen alsof ze je mogen, maar je eigenlijk niet mogen. En daar heb ik ook geen namen in genoemd. Maar zoals ik net al zei, mijn cirkel is heel klein. Ik lach wel met iedereen. Ik doe beleefd naar iedereen toe. Maar in de loop der jaren heb ik hele goede mensenkennis. En ik heb met voetballers gespeeld die eigenlijk heel vaak jaloers op me waren, maar het niet uitspraken. En dan heel sneaky jou proberen impopulair te maken bij andere spelers. Nou ja, ik heb er nooit wat van gezegd. Ik heb altijd mijn eigen weg gevaren omdat ik uitging van mijn kwaliteiten. Ik had dat soort dingen heb ik nooit nodig gehad. Ik hielp ook mijn concurrenten. En dat zijn dan, als ik iets positiefs over mezelf mag zeggen, is dat wel iets wat ik ook mijn kinderen meegeef. Het is natuurlijk een wereld met concurrenten, maar je moet altijd elkaar helpen, omdat ik toch geloof in onze lieve Heer, dat je dat dan altijd ook weer terugbetaald krijgt. En in mijn leven is dat gebeurd, ook in mijn carrière. En nou ja, zoals je net al zei, weinig voetballers tussen, omdat ze, ja, 9 van de 10 zijn ze allemaal nep.